Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra opent vandaag met het bericht dat vandaag de deadline is voor de Curaçaose regering om een beslissing te nemen over de bezuiniging van 12,5% in de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en werknemers bij overheids- en V's. In de voorwaarden voor de tweede coronalening van Nederland staat dat Curaçao uiterlijk 15 juli moet aangeven hoe ze die 12,5% gaan korten. Er is echter nog geen akkoord getekend en als Curaçao niet uiterlijk vandaag aangeeft aan het CFT hoe de bezuiniging gaat plaatsvinden, komt het tweede deel van de lening niet richting Curaçao. Een Curaçaose zakenman is gisteravond voor de deur van zijn huis in de wijk Monte Carmelo neergeschoten bij een overval. De eigenaar van verschillende nummerkantoren werd bij aankomst thuis opgewacht door een nog onbekende gewapende man. Er ontstond een worsteling over het geld dat de zakenman bij zich had en daarbij werd geschoten. De overvaller vluchtte weg en de zakenman bleef gewond achter. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De rechter heeft gisteren een man van 19 en een vrouw van 23 veroordeeld voor betrokkenheid bij plunderingen op 24 juni. De man kreeg jeugddetentie opgelegd van 20 dagen onvoorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden onvoorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur. Samen moeten zij 4000 gulden aan schadevergoeding betalen aan Multitronics. Afgelopen vrijdag werden er al 11 andere personen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de plundering op 24 juni. Op 23 juli van deze maand staan 5 andere personen terecht die worden verdacht van plundering. De politie gaat ervan uit dat er nog meer mensen zullen worden opgepakt. De regering van Curaçao wil duidelijkheid over de toekomst van de raffinaderij. Daarvoor heeft Refineria di Curaçao aan Clash Group gevraagd met concrete plannen te komen. Er wordt al maanden met Clash gesproken over de overname van de raffinaderij, maar wat nu op tafel ligt is de intentie van Clash om daadwerkelijk de raffinaderij over te nemen aan het eind van het jaar, terwijl de overheid harde garanties wil hebben. Gisteren is begonnen met het afbreken van het Rode Kruisgebouw in Suffisant. Bijna een maand geleden woedde er een felle brand en werd het gebouw helemaal verwoest. De bedoeling is dat er een nieuw gebouw voor het Rode Kruis zal worden gebouwd. Bij de brand zijn behalve het gebouw ook 250 voedselpakketten verloren gegaan. Vandaag wordt er verder opgeruimd. Refineria di Curaçao heeft gisteren in Nederland een akkoord getekend met de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO over de ongebruikte terreinen rond de raffinaderij. In het akkoord is afgesproken dat TNO nog dit jaar begint met het ontwerp van de installaties voor verduurzaming van energie. Dat gaat gebeuren op de terreinen van de raffinaderij ter hoogte van de Nijlweg. De overeenkomst is onderdeel van het project Horizonte Noble dat tot doel heeft inkomsten te halen uit de gebieden die onder het beheer van Refineria di Curaçao vallen. Sint Eustatius gaat alle bewoners van 18 jaar en ouder eenmalig een voedselbon geven van $40. Als gevolg van de coronacrisis kunnen veel mensen op het eiland financiële steun wel gebruiken. De bonnen worden betaald door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en worden volgende week uitgedeeld. De bonnen zijn bedoeld voor levensmiddelen, niet voor bijvoorbeeld drank, sigaretten of schoonheidsproducten, zo zegt de regeringscommissaris Alida Francis. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.